postcode loterij 0-juni-8. In deze gepanzerde vrachtwagen zit geld. Veel geld. 5 miljoen euro. Hij is onder strenge bewaking op weg naar de studio. Vanavond maken 500 kandidaten kans dit enorme bedrag te winnen. Vanavond is het zover. Wie wint? De postcode loterij Miljoenenjacht. Het is 27 mei 2007. Dit is de quiz waarin het meeste geld valt te winnen. 3 keer 5 miljoen euro. Wie van de 500 kandidaten hier in de zaal mag op jacht naar het gigantische bedrag van 5 miljoen en gaat straks naar huis als multimiljonair? Wat er ook gebeurt, hier is uw financiële adviseur, hier is Linda de Mol. Van Postcode Loterij Miljoenenjacht. Pinksteren 2007. Ik vind het eigenlijk een prima datum om miljonair te worden. Vindt u ook niet? Dat is een goede dag toch? Ja. We gaan snel de 26 koffertjes naar binnen halen, zodat we kunnen beginnen met de jacht op de 5 miljoen. Hier zijn ze, onze postcode kanjers. De hoofdprijs gaat er vanavond natuurlijk gewoon weer 3 keer uit, alsof het helemaal niks is. 1 keertje hier in de studio, 1 keer naar de hele buurt van de finalist en 1 keer naar iemand die met het juiste koffernummer meespeelt. En omdat 3 zo'n lekker getal is, geven we ook 3 keer 10.000 euro weg aan een beller. Als u het wilt proberen, dan kost dat 60 eurocent en het telefoonnummer is 0909-0365. Ik heb er hartstikke zin in. Zullen we het gewoon gaan doen? Succes allemaal! Kandidaten kwijt te raken. Bij ons gaat het gewoon in 3 vragen. Het is best een keihard systeem, maar ja, het is wel lekker duidelijk. Alleen de beste tribune mag door naar de volgende ronde. Dus ik wens iedereen heel veel sterkte en heel veel succes. Doe goed je best, hè, want je ligt er zo uit en het gaat om heel veel geld. Hier komt de eerste vraag. Hoe noemen we iemand die alles weet van de laatste mode en die ook precies volgt? Is dat A, een fashionneurot? B, een fashionista? Of C, een fashion nerd? Gaat u gang. Iemand die alles weet van de laatste trends en het ook allemaal aantrekt, ongeacht of het staat of niet. Ik ken er wel een paar. En het zijn fashionista's. Antwoord B. En ik hoor een paar lauwe reacties. Ik heb geen idee op welke tribune het beste gescoord is. Laat het maar even zien. De rode of de blauwe aan kop? Gelijke stand. 43 om 43. Het wordt lekker spannend vanavond. Als je 's morgens met je slaperige hoofd de koffie in het apparaat stopt, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil dat die bonen al een heel leven achter de rug hebben. Stichting Doen zet zich in voor een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. Dit is Amado. Hij is koffieboer in het Peruaanse dorp Montero. Samen met andere koffieboeren uit de regio is hij aangesloten bij een koffiecoöperatie. Ze hebben machines gekocht om de koffie te verwerken en planten andere producten als mais en suikerriet. Zo zijn ze minder afhankelijk van de koffieoogst en lokale tussenhandelaren. Doen ondersteunt koffieproducenten zodat ze toegang krijgen tot de exportmarkt, een goede kwaliteit produceren en een redelijke prijs voor hun koffie krijgen.
Amado verdient met zijn koffie inmiddels genoeg om zijn kinderen naar school te laten gaan. En een lekkere koffie vraagt erbij natuurlijk, komt hij aan. Hoe wordt een vakman genoemd die zich gespecialiseerd heeft in het zetten van espresso en cappuccino? Is dat A, een sommelier, B, een barista of C, een cafetier? Mag ik nu op de knoppen drukken, A, B of C? En we zoeken een vakman die zich gespecialiseerd heeft in het zetten van espresso en cappuccino. Een sommelier is het niet. Dat is een specialist op het gebied van wijn. En een cafetier bestaat helemaal niet. Het is een barista. Antwoord B. En we hadden een gelijke stand. Ik ben benieuwd of er nu een verschilletje in zit. Laat maar zien. De rode tribune aan de leiding. Maar we gaan naar de laatste vraag. De derde, daar komt-ie. Op de vlag van welk land staan 8 blauwe driehoeken? A, die van de Verenigde Staten. B, die van Griekenland. Of C, Groot-Brittannië. Gaat uw gang. Op de vlag van welk land staan 8 blauwe driehoeken? Je moet ze even zoeken. Het is in elk geval niet antwoord A, want daar staan 50 sterren op. Dat is die van de Verenigde Staten. En de vlag van Griekenland is het ook niet, want die heeft witte strepen en een wit kruis. Het is antwoord C. Kijk maar even mee, zo ziet hij eruit. En als je goed kijkt, zie je daar 8 blauwe driehoeken in. Dus antwoord C was het goede antwoord. En ik ben heel erg benieuwd met welke tribune wij de volgende ronde ingaan. Het is nu bekend, denk ik. Laat maar zien. De rode tribune. Opbeurends te zeggen tegen de blauwe tribune. Eén troost. Op de rode tribune mogen straks ook 200 mensen lekker ontspannen. Want alleen het beste vak van 50 gaat door naar de volgende ronde. En 3 vragen bepalen welk vak dat wordt. En hier komt meteen al de eerste. Dus de kastjes er weer bij. Waarover ging tsaar Peter de Grote in 1698 belasting heffen? A. Op baarden. B. Op vingernagels. Of C. Op borsthaar. Het is alle 3 belachelijk. Maar het is echt gebeurd. Heel verhaal. Die Peter de Grote die wilde Rusland moderniseren. Die wilde dat ze meer op Europa gingen lijken. En baarden, dat was iets typisch Russisch. Dus die moesten eraf. En als je het niet deed, had je pech. Dan moest je er belasting over betalen. Dus antwoord A is het goede antwoord. Wist u dat allemaal? Dan gaan we snel kijken welk vak het beste gescoord heeft. 1, 2, 3, 4 of 5. Vak 1 en vak 3. Beide 41 punten, maar iedereen ligt heel dicht bij elkaar. Dus je kan er nog niks zinnigs over zeggen. Een leuk fragment. Het blijft nog even gissen of Elvis Presley nou wel of niet dood is. Maar de showbiz telt inmiddels 1 mysterie minder. We weten eindelijk wie die geheimzinnige 5e Beatle was. Don't patronize me, alright? Because I'll kick your behind right here on national television. I was the 5th Beatle. I have proof. Alright, what is that proof, class? Well, here's a photograph of us back in 1962 before they kicked me out of the group. You see that? That's John. That's Ringo. That's me in the middle. That's me, Clarence. That's George. And that's Paul. Well, now, I never heard any saxophone. I see you're holding a saxophone there. I never heard any sax on any early Beatle music. You crazy, man. Most of them early songs was mostly sax, man. But they stole it from me. What they did, they took my voice out, they took the saxophone out, and was gone, all right? You can hear us in our original jam session. This is the original Beatles here. Listen up. En we hebben er een vraag over.
vraag luidt: hoe heette de vijfde Beatle die in 1961 uit de band stapte? Was dat A. Brian Jones, B. Keith Moon of C. Stuart Sutcliffe? Een van de drie was de officiële vijfde Beatle. En het is niet Brian Jones, want die zat bij de Rolling Stones. Het is ook niet Keith Moon, want die was van The Who. Het is Stuart Sutcliffe. Antwoord C. Na vraag 1 stonden vak 1 en vak 3 samen aan de leiding. We gaan kijken hoe het er nu voor staat. Het is nu vak 3 met 77 punten. Niet te blij, hè? Er komt nog een vraag. Vraag 3, de laatste. Welk automodel heeft een naam die in het Spaans de prostituee betekent? A. Mazda La Puta, B. Mitsubishi Pajero of C. Honda Fitta? Welke auto heeft per ongeluk een naam gekregen die in het Spaans prostituee betekent? Wat een blunder van zo'n autobedrijf, dat je dat niet checkt. Want La Puta is echt de prostituee. Antwoord A. Dat is het goede antwoord. Maar misschien nog wel even leuk om te vermelden dat die andere twee automerken ook niet echt heel doordacht waren. Want Pajero betekent rukker in het Spaans. En Fitta is in het Zweeds en het Noors een heel plat woord. Ik zal niet eens zeggen wat het is, maar mannen hebben het niet. Dat u het weet. We gaan kijken wat het winnende vak is van vanavond. Is het vak 3 of hebben we nog een verrassing? Het is vak 3 met 119 punten. Van ons kandidatenbestand is inmiddels buiten de boot gevallen en nog zijn we er niet. We gaan zo meteen op zoek naar het beste blok van 25. Maar we gaan eerst even naar een van mijn allerleukste collega's, Winston Gestanovic. Nou Linda, dat soort heerlijke complimenten mag je natuurlijk naar mij toe altijd maken. Vorige week was ik op pad en maakte ik live meneer Tucker blij met maar liefst 175.000 euro. Laten we hopen dat ik vanavond bij u aanbel met minstens zo'n mooi bedrag. Maar nu ben ik onderweg naar Michael, dat is de studiowinnaar van vorige week. Want ik ga namelijk samen met hem 175.000 euro verdelen over de mensen die wonen in zijn straat, meespelen met de postcode loterij en ook nog dezelfde postcode hebben. Nou, dat wordt dus helemaal leuk. Weggeven aan een beller en u kunt het nog worden. Het telefoonnummer is 09090365 en straks gaan we ook kijken welke 5 kandidaten kans maken op 5 miljoen euro. Dus heel graag tot zo. Zoals altijd 26 koffers zijn met in één daarvan het ongelofelijke bedrag van 5 miljoen euro. Maar voordat iemand daar ook maar een serieuze gooi naar kan doen, moeten we eerst vak 3 even halveren. Het klinkt erger dan het is hoor. Het is jullie allemaal veel. Nooit man of the A. Adolf Hitler. B. Albert Einstein of C. Queen Elizabeth II? A, B of C? Ja, logischerwijs zou je denken, hoe kan Queen Elizabeth II nou Man of the Year zijn geweest? Maar dat was ze wel degelijk in het jaar 1952. En zelfs Adolf Hitler is Man of the Year geweest. Alleen Albert Einstein niet. Heel gek. Er is één iemand die het goed heeft. Zag één mevrouw dit doen? Antwoord B. We gaan kijken welk blok de meeste punten heeft gescoord en of er überhaupt punten zijn gescoord, want het was een lastige. Blok A 4 punten, blok B 3 punten, dus blok A gaat aan de leiding. Voetbal is oorlog en dat geldt ook in Kenia. Daar is dit voetbalproject voor meisjes een oorlog tegen AIDS. Bruin.
Ruim 2 miljoen Kenianen zijn besmet met HIV. Vooral meisjes zijn het slachtoffer. Via sport lukt het UNICEF om iets aan hun kwetsbare positie te doen. Zo begonnen ze met een voetbalproject speciaal voor meisjes. Tijdens de trainingen krijgen de meisjes terloops voorlichting over HIV, AIDS en leren ze zichzelf beschermen. En op toernooien wordt het publiek voorgelicht via spandoeken of muziek en theater tussen de speelhelften door. Tegelijkertijd leren de meisjes voor zichzelf opkomen en laten ze zich niet meer intimideren door jongens. En ook niet onbelangrijk, ze vinden voetballen gewoon heel erg leuk. Fantastisch project en we hebben er een pittige voetbalvraag bij. Pittig omdat het over vrouwenvoetbal gaat en daar weet nooit iemand iets over. Welk land is wereldkampioen voetbal bij de vrouwen? Is dat A, de Verenigde Staten, B, Zweden of C, Duitsland? Wereldkampioen voetbal bij de vrouwen. Iedere man weet wie wereldkampioen voetbal bij de heren is, maar vrouwenvoetbal... Misschien willen jullie het antwoord ook niet weten, want het is Duitsland. Antwoord C. En we gaan snel kijken welk blok na de tweede vraag de meeste punten heeft gescoord. Dat is blok B met 21 punten maar liefst. Ziet er goed uit. Groot verschil. Maar je weet het pas zeker na de laatste vraag en die komt er nu aan. Hoe wordt het verschijnsel genoemd waarbij volwassen mannen onder andere puberaal en onvolwassen gedrag vertonen? A. Het pinkeltje-effect. B. Het Peter Pan-syndroom. Of C. Het Calimero-complex. Ja? Ik zie al die mannen denken, daar heb ik geen last van. Maar ik denk dat veel mannen er een beetje last van hebben. En het heet het Peter Pan-syndroom. Antwoord B. We gaan kijken wat het winnende blok is vanavond. In vak 3 heeft gewonnen blok B met 30 punten. Blok B van vak 3 kwam vandaag als beste uit de bus. Maar wie van die 25 kandidaten waren nou echt het slimst? Wie waren het meest alert? Wie drukte het snelst? Wim van Putten heeft, als het goed is, de 5 namen van die mensen. Ik heb ze vandaag allemaal op een rij, Linda. Tenminste, dat hoop ik. Joke Gerrits, waar ben je? Je bent een van onze 5 kanjers. Dag Joke. Daar is Joke, kijk eens even. En Marijke de Jong. Hallo Marijke, dat had je niet gedacht, hè? Maar je bent erbij vandaag. Kijk, ze staat vlak voor de camera, helemaal goed. Mayra Omskerk. Mayra, waar ben je? Van harte gefeliciteerd. Ja, oh, daar was de camera snel bij, zeg. En dan C. Rex Winkel Beumer. Niet gedacht, hè, maar ook geselecteerd. C. Rex Winkel Beumer. Dag, hallo, ze zwaait namen wat aardig. En de laatste, Rob J. Lenierski, als ik het goed uitspreek. Rob, waar ben je? Wat een mooie achternaam. Daar is Rob. Hallo, dat zijn ze, Linda. Nou, gelukkig zit er ook nog één man bij, zag ik. Bij deze 5 mensen is de adrenaline waarschijnlijk inmiddels tot aan de haarwortels gestegen. Ontzettend spannend natuurlijk dat je bij die laatste 5 zit. Maar er komt er nog eentje bij. We zoeken nog een 6e kandidaat. En dat kan dus iedereen zijn. Ook al had je alles fout, dit is gewoon een kwestie van geluk. Wim, wie is die bofkont die toch nog bij ons 5 miljoen euro kan winnen? Dat wordt een Pinksteren om nooit meer te vergeten. Maar de vraag is, voor wie? Wie bent u en waar bent u? U zit volgens de kansgenerator in vak 7. En in welk blok, zeg het maar, kansgenerator? Oh, u zit in blok A. En op welke stoel? Nou, daar komt hij. Altijd spannend op stoelnummer. Stoelnummer 13. Dag Marcel Dortans. Marcel, gefeliciteerd. Je schrikt er toch een beetje van als je ineens in die spotlight staat. Ja, vol is vol. Dat klinkt misschien politiek incorrect. Maar in dit geval is het echt zo. We hebben er 6. En er kan nu niemand meer bij, maar dat betekent natuurlijk niet dat er niks meer te winnen valt. We gooien hier de meest geweldige prijzen de tribune in, zoals daar zijn, 10.000 euro cash. Geïnteresseerd? Ja? Mooi zo. Ik hoop dat het heel goed terecht komt. Daar gaat hij, Wim. Wat een bedrag, Linda. Geweldig. 10.000 euro. Dat is nou echt miljoenenjacht. En waar komen ze terecht hier in de zaal? Oeh, iedereen nerveus. Eens even kijken wie het wordt. Zeg maar, het is... Het is Melanie. Melanie Kamphuis. Van harte gefeliciteerd. Goed, joh. Leuk voor je. Lekker, hè?
van u thuis niet kan zien, maar ik ga er maar vanuit dat u er net zo blij mee bent. En u heeft het ook eerlijk verdiend. 10.000 euro met één telefoontje. Dat was de naam van de winnaar. Van harte gefeliciteerd. Als u nou wilt weten hoe dat allemaal werkt met dat spelletje, kijk dan even op Tientekst pagina 285. Het nummer is nog steeds 09090365. En er liggen alweer 10.000 euro klaar. Dus ik zou het zeker even proberen. Dat is normaal gesproken heel erg handig als je meedoet aan de quiz. Maar in het volgende spel heb je er eigenlijk niet zo heel veel aan. Het is het soort vragen waar je onmogelijk het exacte antwoord op kunt weten. Je kunt het proberen zo goed mogelijk in te schatten. Er komen 4 van dat soort vragen. En degene die er het verst vanaf zit, ligt er in principe uit. Maar voordat we dat bekendmaken, krijg je altijd de kans om zelf de handdoek in de ring te gooien. En in dat geval mag je een gekleurde koffer kiezen. En hoeveel geld er nou in welke koffer zit, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat in die 4 koffers samen 40.000 euro verstopt zit. En dat is toch een heleboel geld. Doe je best, we gaan naar de eerste vraag. Succes! Hoeveel uur, afgerond naar boven, duurde de kortste oorlog ooit? Hoeveel uur, afgerond naar boven, duurde de kortste oorlog ooit? Ga je gang. Controleer het bedrag even voordat je op enter drukt. Claudia, Mayra, Marijke nog even op enter. Juist. Iedereen heeft gedrukt. Dan ga ik het goede antwoord verraden. Het was de Engels-Zanzibarese oorlog in 1896. Wie kent hem niet, hè? Waarbij de Engelsen het paleis van de sultan van Zanzibar in puin schoten. En hij duurde 3 kwartier. En dat wisten jullie waarschijnlijk allemaal niet. Dus 1 uur is het goede antwoord. Want we zeiden afgerond naar boven. 1 uur. Als je nou denkt, nou, wat ik ingedrukt heb is wel zo belachelijk. Ik zit er zo ver vanaf. Ik ga er vast uit. Zou je kunnen overwegen om zo'n gekleurd koffertje mee naar huis te nemen? Als je dat wilt, moet je nu op de knop drukken. Wat een stoere mensen, ze doen het niet. Alle 6 niet. Wie, oh wie, moet naar huis met niks? Oh, Mayra! Ik wist het. Wat jammer nou. 200.000 uur is... Ik denk het, van de zenuwen, man. Bleef je vinger hangen op de nul, of wat was het? Ja, zo. Ja. Helaas moeten we je voorlopig even in het donker zetten. Mayra, blijf lekker staan. Ja. En we gaan in de finale straks voor je duimen dat je raadt wat er in je koffertje zit, oké? Okay? We gaan door met de andere 5 kandidaten en de volgende vraag. Daar komt ie. Uit hoeveel blokjes bestaat het beroemde schilderij de Victory Boogie Woogie van Mondriaan? Uit hoeveel blokjes bestaat dat schilderij? Ga je gang. Toets iets in. En controleer het voordat je op enter drukt. Dat je niet zoals Mayra uitschiet met de nullen. Het zijn er, even kijken, 582. Kijk, we hebben er een foto van. Zo ziet het eruit. Het hangt in het Haags Gemeentemuseum. Is daar absoluut een van de topstukken. Er is destijds door de Nederlandse staat 80 miljoen gulden voor betaald. En nou echt, miljoenen mensen vinden het prachtig. Er zijn ook mensen die zeggen, ik vind het net het testbeeld. Maar het is een heel beroemd topwerk. En 582 blokjes is het goede antwoord. Als je eruit wilt, moet je dat nu aangeven met een klap op de knop. En ineens werd er gedrukt door Joke. Joke, waarom? Ik heb er maar 4 geraden. Dus het lijkt mij wel... Dan zit je er wel behoorlijk vanaf. Maar het zou maar zo kunnen dat iemand naast jou 3000 blokjes heeft ingevuld. Ja, het zou kunnen. En die zit er dan nog veel verder vanaf. Zullen we eens gaan kijken of jij inderdaad degene was die het verst van het goede antwoord af zat? Oh, Marcel, kijk dan. 15.000 blokjes. Jammer, Joke. Ja, nou. Maar ja, jij mag in elk geval wel een geldkoffertje mee naar huis nemen. Wil je wel even een goede kiezen? Ik hoop het. Welke kleur? Blauw. Blauw, rood, groen of oranje? Blauw. De blauwe? Ja, de blauwe. We gaan kijken wat er is. Ik duim voor je, Joke. Komt die 8.000 euro? Oh, dat is wel heel mooi.
gewoon door met deze afvalrace. Ga naar de volgende vraag. Daar komt hij. Hoe oud was Adriana Iliescu, de oudste moeder ter wereld, toen ze het leven schonk aan een dochtertje? Ga je gang. De oudste moeder ter wereld. Hoe oud was ze toen ze nog een kind baarde? Het is ongelooflijk, maar die vrouw was 66. Waar je nog zin in hebt. Nou, jullie weten het goede antwoord, 66 jaar. En dan nu die beslissing. Wat ga je doen? Laat je het erop aankomen met het risico dat je niks krijgt? Of denk je, ja, toch lekker zo'n checkje? Als je zo'n check wil, moet je nu op de knop drukken. Marcel, net bleef je nog zo rustig staan. Heb je nu 104 ingevuld of wat heb je? Nee. Wat had je gezegd? Ik had de vraag verkeerd gelezen. Ik had 16 ingevuld. Dan heb je er goed aan gedaan. Nou, nee, dat... Ik denk wel dat jij degene bent die er het vers vanaf zit. We gaan even kijken, is dat ook zo? Ja, inderdaad. Rob dacht dat het met 73 ook nog wel ging lukken. Ja. Maar Marcel, je mag wel een koffer kiezen. Welke wil je? Oranje. Wat krijgt Marcel? 7000! Hey! Hartstikke goed. Gefeliciteerd ermee. En nu wordt het spannend. Want er zijn nog maar 3 kandidaten over. En we kunnen er maar 2 gebruiken in de halve finale. Moet nog iemand weg? Dus we hebben nog 1 vraag. De laatste vraag. Daar komt ie. Wat is de totale waarde in guldens van alle straten in de eerste versie van het Nederlandse Monopoliespel? De totale waarde in guldens van alle straten. En we tellen dus niet mee de stations en het elektriciteit- en het waterbedrijf. Ga je gang. Toets een bedrag in guldens. Het goede antwoord is 4.590 gulden. Je bent er nu heel dichtbij. Maar je hebt ook een kans van 1 op 3 dat jij degene bent die er het verst van af zit. En je mag een lekker koffertje mee naar huis nemen. Maar dan moet je nu op de knop drukken. Daar was ik al bang voor. Ik denk, ja, als je bij die laatste 3 zit, dan ga je niet meer voor zo'n gekleurd koffertje drukken. Maar dat is wel vervelend, want één van jullie gaat dus helaas met niks terug naar de tribune. En dat vind ik best vervelend als je zo dapper bent blijven staan. Wie zit er het verst van af? Een dame? Een van de 2? Ah, jammer Claudia. 750.000 gulden. Ik dacht dat ze gedrukt had voor het koffertje. Wat zeg je? Ik dacht dat Marijke gedrukt had voor het koffertje. Ach nee. Nou. Had je eigenlijk willen drukken? Ja, ik zet de hand erop. Ik denk, oh, die heeft gedrukt. Ach, lieve schat. Heb het jammer nou. Ja, nou, niks aan te we doen. We moeten streng zijn. Nee, niks we gaan wel met z'n allen straks heel hard voor je duimen. Okay. In de finale, dat je raad wat goed. Erin zit, heb je alsnog een kans. En heel erg bedankt, Claudia. Dank je wel. Nog 2 koffers overgehouden en de postcode loterij zou de postcode loterij niet zijn als ze één van die 2 koffers niet gewoon weggaven aan een deelnemer. En het zou leuk zijn als het nou eens iemand is die al de hele dag zit te moppen van ik ben al jaren lid, nog nooit wat gewonnen. Niks. Er zijn heel veel mensen die dat zeggen en als die nou eens een keer zo'n koffertje krijgen, dat zou leuk zijn. Wim, doe er wat aan. Ik ga mijn best doen, Linda. Ik ga iemand gelukkig maken met één van de koffers van Miljoenenjacht. En dit keer niet de gouden koffers, maar een groene of een rode. Daar heeft u de keuze uit. U zit in vak 4 en om precies te zijn in blok B. En op welke stoel komen we terecht op stoelnummer? Op stoelnummer 24. Linda, mag ik je voorstellen aan Truus van Maastricht? Truus, als er ineens zo'n microfoon onder je neus hangt. Heel eng. Ja, maar ook wel lekker, want je hebt een koffertje gewonnen. Welke wil je? Rood. Rood. Je gaat voor de kleur van de liefde. Ja. Wat zit er in de rode koffer voor Truus? Laat maar zien. Wat heeft ze gewonnen?
9.000 euro. Gefeliciteerd. 9.000. En we gaan even kijken wat er in de groene zat. 9.000 in de rode voor Truus. En die 16.000 zat helaas in de groene koffer. Maar 9.000 is ook lekker meegenomen, toch? Perfect. Oké, mag ik je fijne Pinksterzondag toewensen? Dankjewel, Truus. Geef er nog een applaus. En wij gaan met één dame en één heer naar de uitstapronde. En dat zijn onze kandidaten Marijke en Rob. Spannend. Dichterbij bekijken en dat wordt ook wel tijd, want een van jullie staat straks in de finale, dus ik wil best even wat meer weten. Even bij jou beginnen, Marijke. Hoe oud ben je? Hoe heet je helemaal? Waar kom je vandaan? Getrouwd? Ja. Werk? Ik heet helemaal Marijke. Ja? En ik ben 60 jaar oud. Ik woon in Almere. Ja? 4 kinderen, 3 dochters, 1 zoon. En heb je hobby's of werk je? Ja, of... ja, ik stik van hobby's. Ik fok ragdolls, ik tuinier. Wat fok je? Ragdolls. Ragdolls? Ragdolls. En dat zijn? Katten, hele mooie witte katten. Ja. En dat is een hobby of is dat meer? Ja, is een hobby, tuurlijk, want het kost alleen maar geld. Oh, dat kost alleen maar geld, ja. Oké. En jij Rob, vertel. Ik ben 48 jaar, ik woon in Amersfoort en thuis zitten Annemiek en Suzanne, mijn dochter van 13. Suzanne is je dochter, Annemiek is je vrouw. En wat doe je voor de kost? Ik werk als projectleider in de ruimtelijke ordening. Oké. En zijn jullie zenuwachtig of valt het wel mee? Heel erg. Ja, toch wel? Rob ook? Ja. Beetje... Ik merk het een beetje aan jullie. Het is natuurlijk ook best wel een spannend moment. Want jullie staan tegenover elkaar in de wetenschap dat slechts één van jullie straks in de finale kan proberen met 5 miljoen euro naar huis te gaan. En de ander krijgt, ja, een applausje. Tenzij je bereid bent om de kans op al dat geld aan de ander te gunnen. Als je straks op die knop drukt, dan ben je zeker van de prijs in die grote gouden koffer. Die is ongetwijfeld heel erg mooi. Maar dan zul je nooit weten hoe ver je was gekomen in de finale. Als je niet drukt, zal niemand in het publiek dat jammer vinden. Want dan krijgt iemand op de tribune die mooie prijs. Maar de vraag is natuurlijk, kun je het handelen om zo ver te komen? En dan uiteindelijk misschien wel met lege handen naar huis te moeten. Dat is de vraag die je jezelf even moet stellen. En als het antwoord nee is, dan zou ik straks drukken als die lamp groen wordt. Dan heb je in elk geval iets. Hij is nu groen, dus ik zou zeggen, ga je gang. Niet? Rob, laatste kans. Zeker weten? Jeetje. Niet om te kopen deze twee mensen. Zelfs niet voor wat er vanavond in de koffer zat. Want het was best heel mooi. Kijk maar, Wim. Oh, Marijke. Oh, Rob, jullie gokken op een finale plaats. Maar deze auto had je zeker kunnen hebben. Een BMW X3. Zand of asfalt, stad of platteland, snelweg of binnenweg. Je kon er alle kanten mee op. Maar nu gaat hij aan jullie neus, Marijke en Rob, voorbij. Jammer dan. Iedere keer als ik zo iets de studio is hier rijden, denk ik, hoe is het mogelijk dat we het gewoon weggeven? En hoe is het mogelijk dat mensen niet op een knop drukken en gewoon zeggen, nee hoor, ik ga ervoor voor die finale. En het publiek is jullie heel dankbaar, hè? Toch? Ja. Daar gaat deze prachtige prijs nu naartoe. En dit is echt wel een heel spannend moment, want wie van deze mensen krijgt gewoon een autocadeau, Wim? Oh, dit is zo leuk om te doen, Linda. U rijdt straks naar huis in een splinternieuwe auto, dat verzin je niet. U zit bij Miljoenenjacht, dat kan niet missen. Maar wie bent u? U zit in vak 10, dat dacht ik al. En in blok A, je zult er zitten. En op welke stoel zit de eigenaar van deze auto? Op stoelnummer? Oh, 16. Gerard Huisman, bingo! Hartstikke mooi. Ja, nou, dat kan je wel zeggen. Ik heb wel wat met auto's hoor, ik vind het wel leuk. Ja, oké, heel veel plezier ermee en doe voorzichtig. Ja, dankjewel. Oké, gefeliciteerd.
Nou. Dan gaan we nu even in een hele andere sfeer zitten, want het gaat nu om Marijke of om Rob. De vraag die ik zo ga stellen heeft drie antwoordmogelijkheden. 1 klopt er, 2 zijn hartstikke fout. Als je denkt het antwoord te weten, druk je op de knop en geef je antwoord. Is het goed? Ben je de finalist? Is het fout? Dan moet je tegenstander kiezen uit de 2 overgebleven antwoorden. Ik wens jullie allebei, Marijke en Rob, heel veel sterkte, veel succes. Hier komt jullie vraag, daar op de video. Hoeveel verdiepingen heeft het Empire State Building in New York? 102, 202 of 302? En Rob is de eerste. 202. Jij denkt 202, antwoord B. Ja. Als dat goed is, Rob, gaan we met z'n tweeën daar staan, met een gouden koffer, en spelen om 5 miljoen euro. Ja. Is antwoord B, het antwoord van Rob, het goede antwoord, en gaat Rob naar de finale, laat het maar zien. Nee. Dat betekent, Marijke, dat jij nu 50% kans hebt dat je het gaat halen. Dan moet je nu zeggen, antwoord A of antwoord C. Niet voorzeggen, want u weet het ook niet. A. A. Ja. 102. Als antwoord A goed is, Marijke, ben jij de finalist vanavond. Is het fout? Staat Rob alsnog met een koffer onder zijn arm? Is antwoord A het goede antwoord? Ja! Want je bent er wel helemaal voor gegaan. Je hebt alle risico's genomen en we hadden het jou ook echt van harte gegund. Okay. Helaas is de auto naar die meneer daar gegaan. Die kan ik je niet meegeven. Maar we gaan wel voor je duimen straks bij het raden. Misschien dat het dan nog lukt. En een extra hard applaus voor deze sportieve verliezer. Dankjewel, Rob. Marijke, kom bij me staan. Je mag heel even ontspannen zometeen. Je krijgt een glaasje water. Misschien een kalmeringstabletje. Nou, een sigaretje. Even een beetje jong. Een sigaretje mag ook. Ja, hoor. Ja. En in de tussentijd kunt u nog snel proberen die tweede 10.000 euro te winnen op 0909-0365. En blijf kijken, want ik heb zo'n flauw vermoeden dat Marijke de bank een flinke poot uit gaat draaien in de finale. Tot zo! Ik nu de internettrekking met uiteraard koffer nummer 9.
voor alle mensen die gratis op het internet hebben meegedaan met het Miljoenenjacht online spel. En zij maken ook nog kans om in de prijzen te vallen. Ja, en al die prijswinnaars die kunt u vinden op het internet. En een week geleden stond ik hier naast Michael en die speelde 175.000 euro bij elkaar. Kan jou ook gebeuren vanavond. En als je dat bedrag dan nog eens een keertje uit mag delen aan je buurtgenoten, nou reken maar dat je daar hartstikke populair van wordt. Samen met Winston ging hij op pad om de checks persoonlijk bij de mensen uit te delen. Nou Linda, ik ben inderdaad bijna in Amersfoort bij Michael. Maar wat er even leuk is om te vertellen is dat Michael dus zo slim is geweest om mee te spelen met Miljoenenjacht. Nou kunt u ook gratis meespelen met Miljoenenjacht online. Kijk voor informatie even op onze site en als u geen computer in de buurt heeft, stuur dan even het woord koffer via de sms naar 2525. U maakt dan kans iedere week op prachtige prijzen. Bijvoorbeeld een LCD-TV of, lekker romantisch, samen weekendje Rome. En er is natuurlijk die finale prijs. En dat is deze jongen waar ik in rijd. We zijn er! Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Winston. Michael. Nogmaals gefeliciteerd, hè? Dankjewel. Hi, jij ook gefeliciteerd. Hi. Ik ben Winston. Lisbeth. Jij hebt die prijs natuurlijk in de studio gewonnen. En nu mogen wij ook allemaal mensen in de straat van blij maken die meespelen met de postcode loterij op dezelfde postcode. Lijkt je dat leuk? Lijkt me fantastisch. Ik weet zeker dat het leuk is. Ja. Kom, we gaan op pad. Ga je mee? Ja. We gaan naar 10 adressen, want we hebben nou 10 winnaars. Totaal 12 loten per lot, 14.583 euro. Prachtig, hè? Ja. Ben jullie allemaal gelollig, hè? Goedemiddag. Meneer? Ja, ja, ik ben Winston Gerstenowitz van de postcode loterij. Ik help u. Van de postcode loterij. Ja, nou, dat weet je. Daar speelt u mee, toch? Nou, dat weet ik niet. Nou, ik wel. En niet met één lot, maar met 2 loten. Ja. Dus de verrassing is ook 2 keer zo groot. Ja. Kijk eens, alstublieft. Dan kunt u hem aan deze kant openmaken. Nou, dat neem wel wat. 29.166 euro, meneer. En wanneer komt dat? Dat betekent dat u een bedrag heeft gewonnen van 29.166 euro. Nou, dat is wel fantastisch. Deze check is voor u. Voor mij? Nou, dat is wel fantastisch. Oh. Dat is heel bijzonder. Dat is de helft, want u speelt mee met 1 lot. Oh. Kijk eens. Nou. 1 lot. Wauw. Geweldig. Ja, dat klopt toch? Net bij
bij die uitstapronde was dat je zo heel rustig daar stond. Ik dacht, god, ze is helemaal niet nerveus. Een hele kalme vrouw. En toen won je. En toen gingen twee handen de lucht in. En was je ontzettend blij. Ja, 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 natuurlijk. Hoe kwam je hier naartoe? Had je al zo'n gevoel van, nou, het zou best eens kunnen dat ik wat ga winnen? Ja, net als die andere 499 mensen. Dat gevoel, denk ik, heeft iedereen. Iedereen. Ja, van, ja, het zou zomaar eens kunnen. Ja, het zou zomaar eens kunnen. Maar het is jou gelukt. En je hebt je man meegenomen. Ja. Hoe heet hij? Shirin. Shirin. En hij zit daar. Daar. Wat is dat voor naam? Shirin? Ik kom uit Egypte. Uit Egypte? Maar het is een Turks naam. Mooie naam. Wat betekent het? Het betekent iets moois. Iets moois. Nou, dat klopt toch? En een leuke vrouw. Hoe lang zijn jullie al bij elkaar, Shirin? 28 jaar. 28 jaar. Ja. Stel nou dat je heel veel geld zou winnen hier. Heb je dan wensen? Zou je nog, weet ik veel, een mooie reis willen maken? Of... Nou, ik wil mijn badkamer verbouwen. Er eigenlijk maar zo lang aan. Nou, dan gaan we daarvoor spelen, toch? Vind ik een hartstikke mooi doel. Ik ga iedereen die op de eretribune zit hier met de koffertje op schoot heel veel succes wensen bij het raden wat erin zit. Doe je best. Kan best een heel leuk bedrag opleveren. En we gaan beginnen met de finale. En je moet 6 koffers openmaken. Heel veel succes. Ja, dankjewel, Linda. Welke wil je als eerste? 4. Nummer 4. Meneer 4, wat denkt u dat er in uw koffer zit? 200.000. 200.000, dat kan, want het zit erbij. Maak maar open. Als je het goed hebt, win jij 26.000 euro. Hup, en het is 1 euro. Goed begin. Ja. Als ik een beetje bijgelovig zou zijn, zou ik denken, kijk, zo'n goed begin, dat moet een heel goed teken zijn met 1 euro openen. We gaan snel de tweede koffer openmaken, Marijke. Welke? 23. 23. Meneer, wat denkt u dat erin zit? Nou, denken doe ik niet, maar ik hoop 1 cent voor ons beiden. Oké. Okay. Denken doet u nooit? Zo min mogelijk. Bijna goed. Jeetje, Marijke. Het ga je lekker. 20 cent, weer zo'n lekkere lage. De volgende, wie wil je nu? Het lijkt wel of je door die koffers heen zit te kijken, zeg. Koffer 2. Ja. Dat is Joke. Joke, wat denk je dat erin zit? 1 miljoen. 1 miljoen. Joke had al 8.000 euro. Als het 1 miljoen is, krijg je er 24.000 euro bij, Joke. Gooi maar open. Wat zit erin? Koffer 2. 50 euro. Dat ga je goed, zeg. Nog 3. 22. 22. Je denkt er echt over na. Meneer, wat denkt u dat erin zit? Ik denk 10.000 euro. 10.000 euro. 23.000 euro, want er zijn nog 23 koffers in het spel voor u als het correct is. Maak maar open. 10.000 euro in koffer 2. Ja. Ze gaat als een speer, echt. Als je dit nog 2 koffers volhoudt, dan durf ik wel te zeggen dat je de beste openingsronde ooit hebt. Want alles zit nog aan de linkerkant. Alle getallen uit de linkerkolom. Nog 2. 10. Nummer 10, meneer. Je kiest wel steeds mannen, valt mij op. Of doe je dat niet bewust? Dat doe ik niet bewust. Oh, oké. Okay. Nou, dan neem ik 500.000. Een 500.000. Nou, die kunnen we wel leiden, maar liever niet. 5.000 euro. Is onvoorstelbaar. Kijk nou. Oh, nog 1. Ik zou het echt frappant vinden als die weer aan de linkerkant zit. 5. 5? Hm. Mevrouw 5, wat denkt u? Ik denk 500 euro. Toch die linkerkant, 500 euro. 21.000 euro als het goed is. En het... Oh! Ja. Oh! Mijn kaas. Wat goed. Ga eens kijken. Ik vind het bijna griezelig. Je denkt heel diep na en dan roep je wat en dan komt er weer wat laags uit. Zit je heel erg in een bepaalde concentratie? Nee hoor, helemaal niet. Nee. Je doet het gewoon rustig op gevoel. Ja, op gevoel, op gevoel. Ik verwacht een riant openingsbod. Dat ligt meestal tussen de 15.000 en de 20.000 euro. Maar ik zou me zo voor kunnen stellen dat de bank denkt... Oeh, die Marijke, dat wordt een lastige. Laten we er een goed openingsbod geven. Of vergis ik me daarin? Ja, dat is heel hoog. Dit is echt extreem hoog. Doe ze nooit. 50.000 euro is bij mijn weten
Het hoogste openingsbod ooit na de eerste 6 koffers. Dus aan jou de vraag. Wat wil je? Wil jij koffer 9 verkopen voor 50.000 euro? Of zeg je nee, geen deal. Ik ga gewoon lekker door. Ik ga 5 koffers openmaken. Ik ga 5 koffers openmaken. Je gaat 5 koffers openmaken. We hebben geen deal. Ze gaat door. Zeg het maar. 12. Meneer 12. Ik denk 25.000 euro. Ja, dat zou maar zo kunnen. U krijgt 20.000 euro als het goed is. Oei, dat is de eerste dure. Ja. Eerste dure, 500.000. Maar ja, dat moest natuurlijk een keer gaan gebeuren. Want ook rechts staan veel getallen. We moeten er nog 4 openmaken. 20. 20. Wat denk je? Ik denk 10.000 euro. 10.000 euro. Weet je hoeveel je krijgt als het goed is? Nee. 19.000 euro. Mooi, mooi bedrag. Dat is lekker, hè? Ja. Nou, kom op. 10.000 euro. Niemand heeft het nog goed gehad. Het wordt tijd. 10. Je was wel warm. En jij hebt weer een goeie. Weer een uit de linker kolom die akelig leeg begint te worden. Nog 3 koffers. 14. Meneer 14, u zit op het hoekje. Wat denkt u? 200.000. 2 ton in koffer 14. Zou best eens kunnen. U krijgt 18.000 euro. Dat is niet te geloven. Je haalt al die lege bedragen eruit, joh. Nog 2. 15. 15. Mevrouw, wat denkt u? Ik denk 400.000. 4 ton in koffer 15. Ze beginnen hem te knijpen bij die bank, joh. Moet je nou kijken. Er staan nog maar 4 lage bedragen op. En al die enorme bedragen zitten er nog in. En je hoeft nog maar 1 koffer open te maken. Oh, nou niet die 5 miljoen, hè. Want dat zou een domper zijn. Nou, nog even afmaken, dit rijtje. Daar gaan we echt lachen. Niet voor het zeggen. Nee, nou, het lijkt wel alsof je het een beetje controleert. 19. 19? Meneer, wat denkt u? 750.000 euro. 750.000. Nou, daar kunnen we mee leven, hoor. 16.000 euro voor u. Ga maar openmaken. Oh, nou jongens! Niet te geloven. Ik krijg de kippenvel van. Ik vind het een beetje griezelig, hoor. Doe niet zo raar. Joh, je haalt alleen maar al die lage bedragen eruit. Ja, en ik gok nooit. Nee, maar als je het dan een keer doet, doe je het wel heel erg goed, zeg. Jongens, kijk nou toch eens. Nog 15 koffers in het spel en er zitten maar 3 flutbedragen in. En verder is alles enorm. Dit moet een gigantisch goed tweede bod zijn. Wat krijgt ze nu voor koffer 9? Je zit al over de ton. 108.000 euro is en een badkamer en alle kinderen nog een extraatje. Ik ga door. Je doet het niet? Nee. Zeker weten? Ja. We gaan doorspelen? Ja. Geen deal? Geen deal. Zo zeg. So far so good, maar we zijn er nog niet. Nee, precies. Want je hebt gezegd dat je doorgaat en dat betekent dat je de 4 moet openen. Ja. En zoals dat is met gokken, iedere gok kan er 1 te veel zijn. Ja, precies. Maar goed, blijf gewoon hetzelfde doen wat je deed. Concentreer je, blijf rustig en ga 4 koffers aanwijzen. 8. Mevrouw 8, wacht even. Oh, sorry. 75.000. Ik wou net zeggen, als u niet gokt, kan u niet winnen ook. En misschien is het wel goed. 75.000, u krijgt 15.000 euro, mevrouw, als het goed is. Oh, u was warm. Eentje eronder. 50.000 euro is weer een prima koffer. Nog 3? 21. 21. Meneer, wat denkt u? 1 miljoen. 1 miljoen? Nou ja, als er dan toch miljoenenbedrag in moet zitten, dan maar die ene, hè? U krijgt 14.000 euro als het klopt. Is het 1 miljoen? 3 ton. Dat is geen miljoen.
je zo door blijft gaan, wordt het zo'n dure avond voor de postcode loterij? Maar het was een apart potje, zei je. Het is het aparte potje. Je hoeft je niet zorgen te maken dat dat ten koste gaat van de goede doelen. Okay. Echt niet, echt niet. Nog twee koffers, Marijke. Kom op. Eén. Nummer één. Oh, wacht eens, Rob. Wat denk je? 100.000 euro. Nou, dat hoop ik zo voor jou, want jij hebt het echt verdiend. 100.000, kom op. 13.000 euro krijg je als het goed is. En het is... bijna goed. 75.000 euro. En die vier topbedragen blijven gewoon vrolijk op het bord staan. Je moet nog één koffertje openmaken. Nog één. En dan, als je weer die miljoenen laat zitten, krijg je een gigantisch bod van de bank. Je zult het zien. Nog één koffertje. 16. Nummer 16. Dat is Mayra, toch? Ja. Ja. Mayra heeft nog niks gewonnen, dus voor jou gaan we ook duimen. Meid, doe een goede gok. 2,5 miljoen. Oh, wacht even dan. Dan gaan we even naar de reclame, want dat vind ik dan zo'n spannend moment. Dan gaan we eventjes pauzeren. We komen zo bij je terug. 2,5 miljoen, zeg je. Gaan breken. Omdat het zo verschrikkelijk goed gaat met Marijke. Alles wat ze eruit haalt zijn lage bedragen. En er zitten nog maar 12 koffers in. De 7,5 ton is er nog. Het 1 miljoen, het 2,5 miljoen. En het allerbelangrijkste, een kans van 1 op 12. Dat jij in jouw koffer nummer 9 keihard 5 miljoen euro hebt zitten. Je hebt al een aantal koffers opengemaakt. Je moest er nog eentje voor de volgende bidding van de bank. En toen wees jij Mayra aan. Ja. Alleen zei jij, Mayra? Wat zei je? Wat? 2,5 miljoen, zei je. 2,5 miljoen, ja. We gaan nu kijken of dat erin zit. In koffer 16? Of is het 20? Ja! Ja! Desalniettemin, het maakt niet uit. Er zitten nog maar 11 koffers in. Een kans van bijna 10% dat in koffer 9 eindelijk die 5 miljoen een keer zit, is veel geld waard. Want de bank wil echt geen 5 miljoen betalen. We hadden 108.000 euro. We zijn een paar minuten verder. Wat is die koffer nu waard? Zo. Bijna verdubbeld. 204.000 euro kun je krijgen voor jouw koffertje. Dat zijn serieuze bedragen. Ja, dat weet ik. Wat denk je nu? Wat vind jij? Doorgaan. Doorgaan? Want, leg eens uit. Waarom doorgaan? Ik heb een goed gevoel. Doorgaan. Je hebt een goed gevoel. Dus? No deal. No deal? No deal. No deal. Ga door. Marijke gaat gewoon drie koffers openmaken. En nu wordt het echt spannend. Want als je ze nu binnenhaalt, die miljoenen, dan wordt het echt, echt veel geld. Nu niet de 5 miljoen. Zelfs die 7,5 ton is niet erg als je die 5 maar even laat zitten. Welke wil je? 26. Meneer 26, wat denkt u dat er in uw koffer zit? 1 miljoen. 1 miljoen. Nou, vooruit dan. Ja? 11.000 euro als het goed is. Is het 1 miljoen? Alsjeblieft niet te veel. Oh, god! Ah, nee! 5 miljoen. Oh! Het venijn zit in de staart, hè? In koffer 26 zat de 5 miljoen. Dit is een dompertje op de feestvreugde. Oh, daar baal ik van. Nog twee moet je er openmaken. Nou moet je wel die 1 miljoen laten zitten, Marijke. Echt. Waar zit die 20 euro? Die moeten we hebben. 11. In koffer 11. Wat denk je? 20 euro. Ja. Nou, ja. We zeiden het nog, hè? Ik lach me dood als het zo is. Krijg je 10.000 euro. Is het 20 euro? Nee. 2 ton. 200.000.
500.000. Ja. Nou ja, dat is niet zo'n hele erge. Dat kunnen we nog wel hebben. Nu nog één en beloof me dat je niet die 1 miljoen neemt. Dat gaan we gewoon niet doen. Nee. Nee, echt niet. Gaan we niet doen. 1 koffertje. 3. Mevrouw 3, u bent aan de beurt. Wat denkt u dat erin zit? Pak maar 20 eurocent. Ja, nee, die kan niet, want die is er niet. 20 euro kan wel. 20 euro bedoel ik ook. Oké, 20 euro. In koffer 3. Laat maar zien. En het is... Ja! Ja, wat goed! 20 euro. Even kijken, we moeten een nieuw bod afwachten van de bank. En die 20 euro was natuurlijk fantastisch. Jammer dat de 5 miljoen eruit is, maar kijk eens even. We hadden een bod van 204.000 euro. Is het gestegen? En zo ja, hoeveel? En dat komt door die 5 miljoen. Mm-hmm. 135.000 euro kun je krijgen. Wat vindt u? Doorgaan? Ja? Zullen we even met je man overleggen? Siri, wat denk je? Doorgaan. Er zitten nog 2, 4, 6, 8 koffers in. Je moet er 2 openmaken. Ik ga door. Je gaat door? Ja. Geen deal. We gaan door. Nou, goed kijken. 2 koffers moet je openmaken. Welke? 6. Nummer 6. Wat denk je dat er in je koffer zit? Ik denk 500. 500 euro? Nou, dat zou fantastisch zijn. Echt, zou helemaal top zijn. 500, kom op, 500. Ja! Yes! Goed, ik breng andere geluk. Ja, je brengt heel veel geluk. Er wordt ontzettend veel gewonnen. Je hebt 8000 euro gewonnen. Lekker. Jeetje. Nou, nou moeten ze jou ook geluk gaan brengen, Marijke. Want we willen nog een lage, nog 1 lage. Eentje nog. Dan kunnen we misschien weer naar die 2 ton. 24. 24. Durf je nog te kijken? 24. Meneer, wat zit erin? 1 miljoen. Oh, nee toch? Oh, alsjeblieft niet. Niet 1 miljoen hoor. Nee. Nee! Nee. 25.000. Oh. Ik ben er bang van. Het is echt niet dat ik u niks gun, maar 1 miljoen is dan ineens zo'n domper in de feestvreugde. Dus ja. Nu zijn we blij. Dan moet je nou kijken, het wordt een heel ander spelletje. Want er zijn nu nog 3 hoge bedragen. Wat is het bod voor koffer 9? Wat kan Marijke krijgen als ze deal zegt? Yes! 219.000 euro. En nu zou je zeggen, is dit niet een mooi moment om te verkopen? Waren het niet dat je maar 1 koffertje open hoeft te maken? Oké. Eentje. Hij doet zo. Ja, maar ik luister toch niet. Ik luister alleen naar mezelf. Je luistert alleen altijd naar jezelf? Mijn hele leven. Echt waar? Ja. Ik ga nog 1 keer door. Geen deal? Nee. We hebben geen deal. Nemen behalve de 1 miljoen. Neem niet die miljoen. Bovendien zit die in koffer 9, dus waar hebben we het over? Hè? Zullen we daar maar van uitgaan? Ja. Er kan er niks mis. Als die miljoen in koffer 9 zit, dan ben je helemaal safe. Wat gaan we doen? 7. Mevrouw 7. Wat denkt u? Ik denk 2500 euro. Oh, nou, dat zou leuk zijn. Ja, dat zou. Wil je dan weer even die doen die je net deed? Ja. Is het 2500 euro? Nee. Nee. Maar het is geen miljoen hoor. Dat is goed. Ja. Dat is een ton. Ik schrok even van die ene met al die nullen. Maar het is 100.000. Zonder leesbril. Heel goed. 100.000 euro. Ah. Dat is de goeie. Dus we gaan een beter bod tegemoet zien. We hadden 219.000. En nu, kom maar op met die euro's. Laat ze maar zien. Oei. 242.000
vanavond. Ik ben het helemaal met je eens. Maar ja, dat is vervelend. Het is heel vervelend. Het is de bank. Maar ja, er zitten maar twee lagen in en drie hoge. Ja, en je hoeft er maar eentje open te maken. Ja. Siri? Goeie. 18 hebben we nog. 25, 17 en nummer 13. Nummer 17. 17. Dat is Marcel. Marcel, wat denk je dat erin zit? 1 miljoen. Oh nee toch. Denk je het echt? Jij had al 7000 euro gewonnen, toch? Ja. Sorry hoor. Nee, dat is flauw. Voor jou hoop ik het wel, voor haar hoop ik het niet. 1 miljoen in koffer 17, ga je gang. Laat me zien. Of is het gewoon 2.500 euro? 10! Yes! 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 Precies! Power to the woman! Heel erg goed! Moet je nou kijken, nu wordt het echt heel anders. Want we hebben nog 4 koffers. En 3 zijn enorme bedragen. Nu wordt het lachen, echt waar. 2,42 hadden we als bod voor koffer 9, maar nu is die veel meer waard. Bied gewoon eens 4 ton of zo, of 5, kom op. Oeh. 349. Dat is maar 1 bedrag lager, hè? Natuurlijk is het verleidelijk om meteen te zeggen, ja, ga door. Maar de kans dat je nu het miljoen eruit gaat halen is natuurlijk ook 25%. Absoluut. En dan gaan ze je dit niet meer bieden. Dan gaat het misschien weer iets naar beneden. Ja, absoluut. Maar de kans is 3 keer zo groot dat het wel goed gaat. Maar 349.000 euro is wel het soort bedrag waar je even goed over na moet denken. Ja. Dit is een badkamer... En een leuk huisje voor mijn jongste dochter. En een huisje voor je jongste dochter. Is dat ook nog een soort van wens? Ja, ze zit op een huurflatje wat me helemaal niet bevalt. Je dochter zit op een huurflat? Ja, mijn jongste dochter. Ik zou ze graag een leuk huisje. Een huisje voor haar kopen? Ja, ja. Ja, maar dan moet je misschien even door. Ja, misschien wel. Dan kan je een heel leuk huis voor haar kopen. Geen deal. Geen deal! Openmaken. En als we nu de 2.500 euro weten te vinden, dan wordt het zo geweldig vanavond. De 18, de 25 of de 13? De 25. De 5, toch diegene die naast de 5 miljoen zat. Meneer 25, wat denkt u? 7,5 ton. 7,5 ton. Kunnen we mee leven? En het is... Yes! 4 ton. Is het spannend? Ja, hè? De kans dat je een miljoen hebt gewoon, dat het erin zit, is nu 33,33%. Kijk, goed rekenen, wijfie. Ja. Ja. En die 7,5 ton zit er ook nog in. 349.000 euro was het laatste bod. Ik wil nu een 500.000 minimaal, hoor. Kom op. Laat me zien. Ja! Dat ik dit een hele lastige vind. Want ik, ja, tuurlijk, jeetje, 500.000. Waar hebben we het over? Maar de kans... In gulden zal een miljoen, ja, hè? Ja, in euro's. Een 500.000 euro's. Ja. Alleen, de kans dat het meer is, is groter dan de kans dat het minder is. Thank you.
tijd, wat denk je dat hierin zit? Het is, je zei het is een nummer wat steeds in mijn leven omhoog komt. Ja, maar ik heb nooit gezegd dat het is een nummer wat me geluk bracht. Het komt elke keer terug in mijn leven. Oké. Okay. Ja? Maar het wil niet meteen zeggen dat het ook geluk is. Nee, dat wil het niet zeggen. Maar wat denk jij zelf dat hier 2.500 euro in zit of een hoog bedrag? Hoe voelt het? Ik weet het niet. Je weet het echt niet. Je hebt er geen gevoel bij? Nee. Dan moet je toch echt zelf de beslissing nemen. Dan kan ik je niet helpen. Ik kan nog zeggen, nou, als je dat voelt... Daar zitten de cruciale nummers die ik voor het laatst wilde bewaren. Dit zijn die twee nummers waarvan je dacht, die wil ik liever niet openmaken. Nee. En welke van de twee wil je dan het minst graag openmaken? Die 13, toch? Dat rotgetal? Of nou, juist nee, die 18? Ik ben op de 13e geboren. Dat is helemaal geen rotgetal. Oh, nou, misschien moet je die dan nog even opengooien. Ik ga
zat over. Maar ze dacht om 10 uur gebeld te worden. Oh, door wie dan? Door ons. Oh. Door mij. Dat, Gaat die nog steeds over? Die gaat over. Dat is natuurlijk hoor. Wel heel erg apart natuurlijk. Ja, dat we met z'n allen zitten te wachten tot iemand dat gigantische bedrag gaat winnen. Dat want was met je mama. Zij luister eens Bas, ik heb hier de postcode loterij in jouw huis zitten. Met allerlei camera's en dergelijke. Oh, geweldig. Ik geef jou nu aan Winston. En ik weet niet wat hier allemaal gaat gebeuren. Het is heel spannend. Ja? Doei doei. Jo. Ik bel nog wel. Doei. Goed gedaan, goed gedaan. Bas. Nee, goeiedag. Je spreekt met Winston van de postcode loterij. Goeiedag. Van Miljoenenjacht. Jij bent lekker op vakantie? Ik zit in het zonnige zuiden. Met je vrouw of vriendin? Beide. Beide. Catharina, is die in de buurt? Ja, een momentje. Mag ik er even? Komt ze. Oh, die is wel helemaal leuk, hè? Ja, dat is hartstikke spannend, hè? Super. Hallo, Catharina. Hallo. Je spreekt met Winston Gerstenoots van postcode loterij Miljoenenjacht. Hoor je me? Hallo. Catharina? Ja? Hoor je me met Winston? Wie is het? Winston van de postcode loterij. Hallo. Hi. Hallo? Ja? Wacht even, ik loop naar binnen, ik heb geen ontvangst. Ja, loop jij even naar binnen, dan ga ik, terwijl jij dat doet, hoor je me inmiddels? Oh, dit is wel heel erg jammer dat ze me niet hoort. Ik ga u in ieder geval u al vertellen. Oh, ze hebben opgehangen. Oh, wat jammer. Nou, we gaan ze in ieder geval, zometeen gaan we ze terugbellen. Ik ga u nu vertellen wat uw schoonzoon, of wat uw schoondochter en uw zoon hebben gewonnen. Hou elkaar vast. €5. €5. €500 met 3 nullen. Maar zo. Pakt 500.000 euro. Ik had het natuurlijk het liefst zelf verteld. 500.000 euro. Als u zo vriendelijk zou zijn. Een feestje. Heerlijk, jongens. Zou u de chef aan ze willen overhouden? Ja, doe ik. Oh nee, dat doe ik echt. Voor mij 3 zoenen. En jou ook een feestje. Heel tof. Houd het goed vast. Als ze terugkomen van vakantie is het natuurlijk het allermooiste. Ja. Als jullie dat overhouden. Het is heel jammer dat we ze niet zelf aan de lijn hebben gehad. Heel erg jammer zelfs. Maar goed, we gaan ze gelijk, zodra we eruit zijn, bellen. En dan gaan we het helemaal opnieuw doen, maar dan zonder camera. En nou, 5.000 euro is natuurlijk wat zoals het. De jackpot, 18 miljoen. Oh, wacht even. Hallo? Hallo? Ja? Catharina? Ja? Ik moet het heel kort houden. Ik zit hier op de bank, want inmiddels hebben we heel weinig tijd. Met je schoonmoeder en Niels. Ik ben van postcode loterij Miljoenenjacht. 500.000 euro. En je hebt een gigantisch bedrag gewonnen. Ja. Zit je? Ja, je hebt 500.000 euro gewonnen. Het is echt waar. Oh, jij hebt 500.000 euro gewonnen. En ik heb het koffertje. Ja, maar ik heb het koffertje. Ja, het is echt waar. We gaan nu naar de kroeg. Ja, Catharina, het is echt waar. Echt waar. Dit is hem echt. Hij zit naast ons. Is dat lekker of niet? Ja. Nou, ik blijf even hangen, want we moeten er inmiddels uit. Dus ik moet even de mensen thuis gedag zeggen. Maar blijf hangen, dan leg ik het nog even uit. Ja. Ben je blij? Ja. Goed zo. Laten we horen. Niet weggaan. Nou, in ieder geval, oh, wat een chaos. Ik was aan het vertellen dat de jackpot er deze maand zeker uitgaat. 18 miljoen euro. Denk daar dus even aan. Wij gaan hier een feestje vieren. En nou, volgende week zijn we er gewoon weer. Met een iets beter georganiseerde winnaar, hoop ik. Wij gaan nog even aan de lijn met Catharina. Ik zie u volgende week. Dag. Thank you.
programma is mede mogelijk gemaakt.